Ik hoor in die context ook vaak de term inclusieve buurten. Heeft dat ook te maken dan met iedereen op zijn plek? En hoe werken jullie als woningcorporatie daar aan? Ik hoorde net Ivana al iets zeggen, we willen zoveel mogelijk mensen betrekken. Ik hoorde wat over die knarrehofjes. Kun je daar nog eens wat aanvulling op geven? Ja, ik kan zeker daar wat aanvulling op geven. Want om nou niet per se de feestvreugde te bederven... Ja? Maar er zijn ook echt wel wat zorgen in deze stad. Vertel. En dat zijn dat er veel mensen in deze stad op overleven staan. Okay. Ik droom van mensen die wonen zonder zorgen. Mm-hmm. Maar ik weet dat er veel mensen met zorgen wonen. En die hebben vaak niet eens zorgen op het vlak van wonen. Maar die hebben zorgen om hun leven op de rit te krijgen. Hoe krijg ik mijn kinderen met ontbijt naar school... Hoe hou ik aan het einde van mijn geld niet een stukje maand over, maar hoe zorg ik dat ik aan het einde van de maand een stukje geld overhoud? En die mensen in de gemeente Vlaardingen, zijn die aanwezig? En we hebben nog wel eens de gesprekken, ook hier aan tafel, alsof die mensen er niet mogen zijn. En dat is een illusie. Een inclusieve wijk, dan mogen er ook mensen zijn die een groter beroep doen op de maatschappij en op hun buren dan anderen. Ja. Je moet alleen wel zorgen dat de wijk dat kan dragen. En Mark noemde dat net leefstijlen. Nou, dat is het ook. We hebben het ook wel eens over vragers en dragers. Ja. Op het moment dat we voldoende sterke schouders in een wijk hebben... Die uiteindelijk zorgen met elkaar dat er goede leefbuurten ontstaan, leefgemeenschappen... Mm-hmm. Dan kun je ook de mensen die wat meer aandacht nodig hebben, kun je dan ook huisvesten. En ja, we kunnen het heel mooi maken, maar het is niet mooi. Woningcorporaties huisvesten meer en meer mensen die toch wat meer aandacht vragen. Maar die mogen er wel zijn. Die horen ook in inclusieve buurten. Dat zijn ook mensen die gevlucht zijn uit een ander land. Dat zijn ook mensen die hier dichtbij in het Westland werken... Die niet gevlucht zijn, maar gewoon goedkope arbeidskrachten zijn. Maar dat zijn ook mensen die we in het verleden in instellingen hadden wonen. Dat zijn ook die oudere mensen die niet meer zo goed zelfstandig kunnen worden wonen. Die we vroeger in bejaardenhuizen hadden. Dat kan allemaal niet meer. Daar hebben wij in onze maatschappij eigenlijk gewoon geen geld meer voor. En dat betekent dat we die moeten opvangen in onze buurten. En daar moeten we ook voor zorg dragen. Dat dat ook kan.